halen die Riedel dit jaar wist te verslaan. Dat deed hij in Dortmund vroeg in het seizoen en in Sevilla. Ook nog vroeger in het seizoen kreeg Riedel klop van Schult. Ja, en nu is die eerste plaats ook wel... Een zeer grote hoofdprijs, $250.000 in Fukuoka over een kleine 2 weken. Laatste poging voor Lars Riedel en dat betekent dat hij nog steeds achter staat met die 66,70 meter uit de derde ronde. En 67,60 staat er nog steeds voor de nummer 1 in het klassement bij de discuswerpen voor Alekna, die we hebben gezien. Ja, Riedel komt wel in de buurt nu. En voelt dat ook, ziet dat ook, maar of het daadwerkelijk genoeg is, dat is, dat is wel een vraag. Hij lijkt er enigszins van overtuigd te zijn. Moeten we dat even afwachten. Overigens het andere horde dat we er straks hebben gezien, dat werd gewonnen door Mark Creer in 13-11. Zijn tijd is bijgesteld. En Jared was inderdaad tweede en Jackson derde, 13-35 om 13-36. En de tijd voor Hemmings is nu ook alweer bijgesteld naar 53-26. En wat doet Riedel hier in de laatste ronde? Nou, hij blijft tweede voor de derde keer dit seizoen. Wordt Lars Riedel verslagen door die Litouwer Alekna? I'll be back.